Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een meisjesverjaardagstaart maken. Ja, we gaan een roze taart maken vandaag. Meer kan ik er niet van maken. Deze taart is perfect geschikt als verjaardagstaart voor een jong meisje. Of natuurlijk een jonge vrouw. Of een jongen. Kan ook. Ja, ik bedoel, ik heb nou ook een roze trui aan. Deze taart is ook gedecoreerd zonder fondant. En daar krijg ik best wel veel aanvragen van jullie. Of ik een taart kon maken zonder fondant. En daar is deze taart een heel goed voorbeeld van. Ook de taart van vorige week is ook een goed voorbeeld van een taart zonder fondant. En die link zal ik even in de beschrijving zetten. Dus als je die nog niet gezien hebt en je graag een taart zonder fondant wil maken, dus klik dan vooral even op die link. Vergeet die video vooral even niet te checken. Deze taart gaan we heel mooi strak maken met een laag botercrème. En mooi maken met een drip van chocolade ganache. Dan gaan we de bovenkant versieren met mooie lollies en andere heerlijke zoete roze snoepjes. En vandaag gaan we meringues bakken, roze natuurlijk. En die gaan we ook op de taart zetten. En we gaan onze eigen chocoladescherven maken die we ook op de taart gaan zetten. Kortom, een heerlijke, vrolijke en leuke taart. Dus als jullie benieuwd zijn, blijf er vooral verder kijken. Dit heb je nodig voor de meringues: kristalsuiker, een eiwit, roze kleurstof, roze water, sprinkles, een vrieszakje of een spuitzak, kan allebei, en spuitmondjes. Voor de meringues. Verwarm de oven voor op 100 graden. Neem wat azijn en dep het op een stukje keukenpapier. Veeg dan de kom en de garde van de mixer af met dit keukenpapier, om alles vetvrij te maken. Wat beter is voor de meringues. Doe het eiwit met een snufje zout en een beetje citroensap in de kom. Zet de mixer dan op middelhoge stand totdat het eiwit begint te schuimen. Voeg dan beetje bij beetje de kristalsuiker toe aan het schuimende eiwit. Klop dan op hoge stand het eiwit door totdat het eiwit stijve en rechtopstaande pieken vormt. Voeg dan een snufje poedersuiker toe om het vochtbalans op peil te houden tegenover het rozenwater. Voeg dan een theelepel rozenwater toe. Mix deze ingrediënten goed door het eiwit heen. Neem een spuitzak of vrieszakje en doop een satéprikker in de kleurstof en haal de satéprikker dan langs de randen van de spuitzak. Als je nu het eiwit in een spuitzak doet, worden bepaalde delen gekleurd door de afgegeven kleurstof, wat voor een leuk patroon zorgt. Spuit nu meringues op een bakplaat bekleed met bakpapier. Door de spuitzak rond te draaien en aan het einde van het draaien omhoog te trekken, krijg je mooie trolletjes. Nu kun je goed de strepen kleurstof in de meringues zien. Door verschillende spuitmondjes te gebruiken, krijg je verschillende vormen meringues. Deze meringues laten we voor 2 uur drogen in een oven op een relatief lage temperatuur, namelijk 100 graden. Doe na 2 uur de ovendeur open en laat ze volledig afkoelen in de oven. Voor de chocolade ganache, verhit de slagroom tot net niet het kookpunt in de magnetron. Doe de witte chocolade in een kom en giet de hete slagroom over de chocolade die dan zal smelten. Roer dit mengsel goed totdat alles gesmolten en glad is en laat hem dan afkoelen. Voor de chocoladescherven, smelt de witte chocolade in de magnetron in 30 seconden intervallen. Ik heb besloten ook een deel van de Tony Chocolonely reep toe te voegen en mee te smelten. Spreid de chocolade dan uit over een stuk bakpapier, folie of een silpetmat zoals deze. Spreid de chocolade dun uit tot een gladde laag. Sprinkle dan sprinkles over de chocolade heen voordat deze hard is. Als de chocolade is uitgehard, kun je de chocolade voorzichtig in scherven breken met je handen. Voor de cake.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Dit heb je voor de cakes nodig. Roomboter, kristalsuiker, rozenwater, roze kleurstof, eieren, melk, bloem, zout, baksoda, bakpoeder, sprinkles, het liefst roze, Tony Chocoloni reep wit framboos en witte chocolade, roze lollies en roze snoepjes en andere roze lekkernijen. Doe de boter in de kom van de mixer met een kristalsuiker en een klein beetje rozenwater en wat vanille en een snufje zout. Mix dit op een hoge stand tot een luchtige massa. Rozenwater is sterk en licht parfumerig van smaak, dus let goed op de smaak. Schraap de komranden en mixerhaak met een spatel. Voeg een ei toe en klop deze goed door het beslag heen op een middelhoge stand. Blijf één voor één de eieren toevoegen en klop het beslag goed door totdat het vorige ei is opgenomen voordat je het volgende ei toevoegt. Schraap nogmaals de komranden om alles goed mee te nemen in het beslag. Voeg de melk toe en zet een zeef op de kom. Giet het bloem in de zeef met het bakpoeder en het baksoda. Zeef alles de kom in om klontjes te verwijderen uit de droge ingrediënten. Voeg ook wat roze kleurstof toe. Hoe intens je de kleur wil, bepaal je natuurlijk zelf. Mix alles dan goed door elkaar op een laag stand tot een glad beslag. Giet het beslag dan in een ingevette bakvorm met bakpapier bekleed van 20 cm doorsnede. Schud het beslag glad, sla de bubbels naar boven en bak de cake in 45 minuten gaar in de oven tot de satéprikker schoon eruit komt. Laat hem dan volledig afkoelen. Snij met een scherp kartonmes de gerezen bovenkant van de cake door de cake rond te draaien. Ik heb deze glazen draaitafel bij de Cook & Co vandaan. Snij op dezelfde manier de cake in twee gelijke helften. Een theedoek onder de draaitafel voorkomt verschuiven, had ik moeten doen. Ik heb dezelfde cake ook in het paars gebakken. Leg een cakelaag neer op een plank/bord. En spreid over de hele laag een dunne laag aardbeienjam met een lepel. Spreid dan een dunne 1 graden laag botercrème over de cakelaag heen met een paletmes. Leg de tweede cakelaag neer en herhaal het proces. De aardbeienjam en de rozenwatercake zijn een heel lekkere smaakcombinatie samen. Zeker even proberen. Dit is mijn normale botercrème met een beetje kleurstof erdoorheen geroerd. Link naar de video ervoor zal in de beschrijving staan. Leg de laatste cakelaag neer en druk hem aan. Nu gaan we met een paletmes een dunne laag botercrème om de hele cake smeren om kruimels tegen de cake te plakken en gaatjes te vullen. Laat de cake dan een half uur opstijven in de koelkast. Nu deze dunne laag botercrème hard is, kun je de laatste nette laag botercrème om de cake smeren om de cake af te werken. Door met twee lagen te werken, heb je een net en kruimelloos eindresultaat. Na nog een koelkastsessie gaan we versieren. Laat de chocolade ganache stromen over de bovenkant van de taart. Leid de ganache met een paletmes naar de rand van de taart en door een druppel van de rand te duwen krijg je dit prachtige druipeffect langs de rand van de cake.
Dit werkt het best als de ganache kamertemperatuur is en de cake koud is. Zo zal de ganache stollen als het langs de randen van de cake stroomt. Nu kunnen we decoreren. Versier de taart met de gemaakte chocoladescherven, de Tonyreep, de lollies, de snoepjes, de zelfgebakken meringues natuurlijk en heel veel roze sprinkles. Maak van de bovenkant een prachtig spektakel voor een echt wauw-effect. En als dit nou niet de droomtaart voor een meisje is, dan weet ik het ook niet meer. Dit is het einde van deze video. Vond je dit lezen roze, vrolijke verjaarsstaart nou leuk? Vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen. Wat zijn er nog meer dus in de bastaart? Nee, ik zei het weer niet goed. Wat zouden jullie nog meer willen zien op dit kanaal? Laat dan even één reactie achter en laat ook even weten wat je van deze video vond. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal, dat zou ik heel erg fijn vinden. Al mijn social media linkjes staan in de beschrijving, dus vergeet vooral die even niet te checken. En dan zie ik jou volgende week weer. Doei doei!